Hey, leuk dat je kijkt naar de vlog over tanden uit de dino-tijd. Waarschijnlijk heb je tijdens je bezoek naar tanden gekeken van onder andere deze dino. Maar hoe goed heb je die tanden eigenlijk bekeken? Want er zijn kromme tanden, platte tanden, puntige tanden. Wat is daar nou eigenlijk het nut van? Ik ga je daar een paar dingen van laten zien. Nou, deze schedel heb je niet over het hoofd kunnen zien, want dit is de schedel van een paard. Maar had je misschien deze tand gekozen en wilde je weten wat het dier dat bij deze tand hoort nou at? Nou, dan ga je vergelijken en dan denk je misschien, hey, die is van een paard, lijkt er wel op. En dus is het een planteneter. Nou, dat is helaas niet zo. Wat moet je namelijk doen? Niet naar de tanden kijken, maar naar de kiezen. Want we kauwen met de kiezen en niet met de tanden, daar scheuren we alleen mee. En wat het nou nog lastiger maakt, is dat reptielen alleen maar dit soort tanden hebben. Terwijl zoogdieren deze kiezen hebben om mee te kauwen. Best een moeilijke opdracht dus. Hier heb ik een Coleborhynchus, dat is een vliegend reptiel. Geen dinosaurus, want dinosaurussen die lopen op de grond. En bij dit dier hoort een heel klein tandje. Deze is wel heel klein, ze konden ook een stuk groter worden. Weet jij nu wat dit dier at? En waarom zijn zijn tandjes nou eigenlijk een beetje krom? Ik kom er zo bij je op terug. Hier heb ik wel een echte reptiele schedel. En als ik nou kijk naar dit tandje en de tandjes die hier in de bek zitten, dan zie je dat ze heel erg op elkaar lijken. Nou, dit is de schedel van een alligator. En een alligator eet vlees. Dus dit is de tand van een dier uit de dino-tijd dat vlees at. Echt gaaf. Ik hoop dat je gezien hebt dat het een vleesetertand is. Hij is namelijk puntig en scherp. Maar waarom is hij dan krom? Nou, het heeft ermee te maken met wat voor vlees hij at. Hij at namelijk vis. Stel, dit dier, de Coleborhynchus, is op zoek naar vis. Hij duikt een hele school op en die spartelen allemaal als een gek in zijn bek heen en weer. Die kromme tanden zijn dan heel handig om te voorkomen dat de vissen uit zijn bek springen. Nou, hoe werkt dat dan? Bij ons mensen staan de tanden recht op elkaar. Als hier een vis tussen zou spartelen, vliegt hij er heel makkelijk uit. Bij de Coleborhynchus staan de tanden niet als zoals bij ons recht op elkaar, maar ze grijpen naast elkaar. De vis wordt dus als het ware gespiesd en dan komt hij gewoon niet meer vrij.